Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Tantoe Muzikaal. 10 woorden, 10 artiesten. Wie weet als eerste een bestaand liedje te zingen? Dat gaan we deze week testen met... Gerard Joling! Yay! Eén probleem. We hadden een technisch probleem waardoor de hele eerste ronde gewoon weg is. Weg, gone, loose, loose. Ik heb al een beetje gehuild. Maar we vonden de tweede ronde wel heel erg leuk. Dus ik hoop dat jullie het niet erg vinden en nog steeds een leuke aflevering vinden. Geen idee wie er nu voor staat. Uit mijn herinnering was dat volgens mij mijn vader. Wie kon het ook anders zijn, hè? Dat gaat misschien veranderen. Ik ben ook zo awkward. Waarom doe ik dit ook? Even serieus. Nou, ronde 2. Dat is eigenlijk precies hetzelfde, maar dan met een artiest. Dus je krijgt een artiest. Ja. En dan moet je het eerste liedje dat bij je opkomt van die artiest, moet je het liedje zingen. Wauw. Okay. Moet ik weer drukken op de knop? Ja, zeker. Ja. En weer gewoon 5 seconden. Oké. Ja? Ja. Forever! Forever! Nee. Dat is Shakira. Christina Aguilera. Oh ja. Dat weet ik ook zo snel niet hoor. Jawel! Oh. The car was out. Hey! Wow, wow, wow. The car was out. Oh ja, dat is waar, ja. Ik wilde eigenlijk zeggen... Het is niet origineel van haar, het is van Rolls Royce, zoals je weet. Ja. Maar zij zong het wel. Ja. Ik wilde die Mick Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Christina Aguilera. Ja. Oké, let's go. I say next, baby. Zit goed uit Londen! Nee, goed uit Londen! Nee, hallo! Nee, omarm, nee, ik ben pas nog... Lief, ga dan mee. Omarmen, omarmen, omarmen. Ja. Heel goed gezongen. True. Leuke interpretatie. Ja. Nee, echt. Ja. Dat is te gek. Dit doet hij al de hele dag. Ja, hij is heel gemeen. Ja. Oh my god. Beyoncé. Wacht even. Wat is dat ook alweer? 5 seconden. Listen. Ik was eerder. Ja, maar jij deed je hand erboven. Dat telt niet. Nee. Oh, wel dat voor mij? Ja, jullie deden zin. Drank. Ik heb het nee, dat is nee. Ik heb drank. En drugs. Ja, en drank. En drugs. Ja, je goede punt. Ja, sorry, ik moest even zoeken naar die woorden. Ja, heel mag goed. Ik even. Oh. Dit is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Nou, die is helemaal goed. Dit is een nacht die we bezongen door het mooiste lied. Dit is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleef ik hem met jou. Volgende. Ronnie Flex. Oh my god. Als je bitch wil chillen is er geen probleem. Dan ga ik erheen. Ik hoef alleen want ik heb Ronnie Flex. Ja, Flex. Cool. Hey. Als je een beetje wil chillen. Of normaal. Als je een beetje wil chillen. Doe ik dit niet. Ik hoop dat jij het ziet. Ik hoor je energie. Het is oké. Yes. Ja. Ik heb nog in een clipje vorig jaar gespeeld met Ronnie Flex. Echt? En hoe heet ze ook alweer? Femke? Ja. Femke Louise? Jeetje, Mina. Oh, Femke Louise. Oh nee. Nee, dat was het kerstliedje was dat, ja. Het kerstliedje, ja. Golden Earring. The lady smile. Ja, verder weet ik het niet. De ladies, maar hallo. Ik geloof je, maar als ik heel eerlijk, ik weet wie de Golden Earring is met Barry en zo, maar ik... When the lady smiles. Wat zong hij nou nog een Raider Love. Raider Love. Ta-da, Raider volgende. Oeh, die weet ik niet wie dat is. Butterfly. If you're my mind. Oh, kiss me with your eyelashes tonight. Ja, dat is wel echt zo. Hey, Butterfly, Jason Mraz. Jason Mraz. Nou, jammer joh. Boerenliefde. Ja, dat is liefde. Minder op mijn body. Hey, minder op mijn body. Moet me niet schreeuwen. Minder op mijn body. Minder op mijn body. Woehoe! Weet je dat dit liedje zo vaak werd gedraaid dat mensen gewoon op een gegeven moment boetes moesten betalen als ze dit liedje gingen draaien? Oh ja? Ja. In clubs? Ja. Ja. Dat ritme is toch... Ik zou zeggen, ik heb zelf het liedje ooit opgenomen, Boerenliefde, maar dan een titelsong voor een film, dat heette Boerenliefde. Boerenliefde. En dat is eigenlijk een heel leuk liedje en dat staat hier helaas niet bij. Had ik willen doen, dus ik sta weer geschud. Maar het is eigenlijk de titel van mezelf. We kunnen de volgende doen. Oh, Robbie Williams! Ja. Ja, wat was hem nou? Angel, iets met Angel. Ja, nee, die andere is veel beter. It offers me protection, a love and affection, when I'm on the road. Godverdomme, die vinden... Hoezo komen we hier niet op date binnen de... Ja. Punt gaan naar mij! De eerste met een zin. Hey! Dat speelt vals. Nee. Oh my god. Nee. Eén keer merk dat je vals zingt en ik ga nu naar je luisteren ook. Oh. Ja, maar dit gaat niet goed. Volgende. Oh, nummer 3. Is al klaar. Was dit het? Was dit het al? Ja. Betekent de punten. 5 punten. Oké. 6 punten. Nee! Ja! Oh my god! Ja. Je hebt gewonnen! Oh jezus! Jij bent de eerste gast die gewonnen heeft! Nee! Ja! Ik ben ook de eerste gast die in het spel zit, zeker? Nee, de eerste gast die gewonnen heeft! Wat jullie niet weten, namens, ze krijgen namelijk een voetreis aangeboden naar Italië. Dank jullie wel, ik vond het even. Nee, we zijn nog niet klaar! Oh! Want dat betekent... Dat? Jij bent de punten! Dus er moet een shootout, want er kunnen niet 2 verliezers zijn. Oh, shootout. Degene die dit verliest, krijgt een kakvraag. Oh jee. Jullie of ik? En die kakvraag wil je eigenlijk niet beantwoorden. Nou, kom op met die vraag, met het woord. Oké, tel hem af alsjeblieft. 3, 2, 1. Ik lig hier in de kerstboom. Zit je al een kerstfeest of bierwijn zingen? Kerstboom? Walking around the Christmas tree and the Christmas honey hop. Ja, dat is waar. Christmas tree. Doe je dat? Oh my god. Dit betekent, papa. Krijg je een kakvraag? Dan krijg je de allereerste kakvraag. Nou, kom maar op. Oh, wat afschuwelijk. Ik wil het weten. Ja, kom maar op. Als hij de kakvraag niet wil beantwoorden, dan moet hij geld doneren aan een goed doel. Nou, dat is mooi. Maar wat voor doel heb je gedacht, hè? Gewoon een goed doel. Gewoon mooi. Postco-loterij, BNF, Rode Kruis. Ja. Want ik heb zo'n gevoel... Dat ik het niet gaat beantwoorden. Nou, kom maar op. Oké. Goedele Liekens, Peter R. de Vries en Peter Pannekoek. Wie van deze trouwe late-night gasten vond je het kutst? Ik weet het al. Oh, dat was natuurlijk Peter R. de Vries. Ja. Die heeft me zo geroost. Ja, echt? Ik vond ze alle 3 even lief. Maar Peter heeft me wel echt... Wauw, bang! Ja? Ik heb het nooit eens laten merken. Oh, ik dacht dat je dit wat moeilijker zou vinden dan... Nee, maar ik vond het ook wel grappig. Waarom? Nu ben ik de enige die het echt een moeilijke Ik vond het ook wel grappig. Hij is wel altijd ongelooflijk zo druk met zichzelf, die Peter R. de Vries, dat ik wel eens moe van word. Ik moet zeggen, hij is zeer intelligent en hij is ook... hij weet waar het over heeft. Hij weet waar het over, maar het is wel eens met zo'n toon dat ik wel eens denk van... Nou, je kan er wel een stapje minder en altijd gelijk boemer op en ja, ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Hij groet me ook nooit als ik bij de boulevard ben, nee. Ik doe altijd heel aardig, hallo, hey Gerard, alles goed? Ja. Maar hij geeft me dan bij godsgratie in hand, maar liever niet. Dat mag, vind ik prima. Maar het is ook niet te gezelliger, daar ga ik gezellig mee stappen. Maar het was niet dat was toch wel even een leuke binnenkomen voor je programma. Ik ben er niet, Oh, een t-shirt krijg je nog. Je krijgt nog een cadeautje. Je krijgt een geweldig t-shirt. Mooie kleur ook. Ja. Speciaal voor jouw lijn. Ja. Cool. Oh, die is leuk. Tantoe Muzikaal. Wat leuk. Tantoe Muzikaal. Ah, leuk. Ik vond het heel gezellig. Ik hoop dat jullie het ook een leuke video vonden. Reageer ook even wat jullie het leukste liedje vonden. En like, abonneer en dan zie ik jullie volgende. En wie zingt het valst? Oh ja, dat wil ik eigenlijk. Dat zal ik wel zijn, denk ik. Nee, dat ben ik. Nou. ik win echt die wedstrijd. Ik denk... Nou, dan moet je Gordon een keer uitnodigen. dan wint hij echt. En dan zing jij echt fantastisch bij. Echt. Als hij begint te zingen, hangen weer die veren dood in je tuin. Zo kan je niet zijn! Oh my god! Hij heeft een goede stem hoor, om brand te roepen, dus niks aan de hand.